Het wordt de bedoeling dat we daarvoor een groot hart gaan maken met allemaal glazen potten. Wat doet het jou? Nou ja, ik heb ze de hele winter gevoerd. Dus je helpt ze te overleven en nu worden ze afgeschoten. Ik heb meldingen ook gekregen dat er wordt geschoten zonder demper. Ja. De beesten zijn compleet in paniek. Kuddes raken helemaal verstoord. Het hele gebied raakt verstoord. Ik vind dit gewoon misdadig wat er aan de gang is. Ze worden hier neergezet en niet voor ze gezorgd. En dan komt het eigenlijk op neer. Vorige winter stierf bijna 60% van de edelherten in de Oostvaardersplassen de hongerdood. Vanuit het hele land kwamen mensen voedsel brengen. Maar de provincie Flevoland besloot dat de populatie edelherten te groot is voor het gebied. En dus moeten 1830 dieren afgeschoten worden door Staatsbosbeheer. Maar volgens de actiegroep zijn er ook alternatieven. Anticonceptie bijvoorbeeld, de overplaatsing, zowel van de herten als de paarden, ja, was ook een oplossing, denken wij. In Brabant worden de herten aangekocht, omdat ze daar weer edelherten willen hebben. En hier worden ze afgeschoten. Het aansteken van de lichtjes is voor de natuurliefhebbers bedoeld als herdenking. Terugdraaien van de plannen kan niet meer. Het enige wat we dan nu nog kunnen doen is monitoren, hè, om te kijken hoe ze dat gaan doen. Want ja, we zijn allemaal bekend met de schietkunsten van Staatsbosbeheer. Schieten kunnen ze niet. We blijven gewoon doorgaan. We geven niet op.